Ja, ik val gelijk maar even met de deur in huis. Want tegen al die jammerende en die klagende Ajaxiden zou ik willen zeggen, jongens, hou in godsnaam op met die onzin. Ja, want nu buitelen ze, kijk maar op die social media, ze buitelen allemaal over elkaar heen om maar te vertellen dat ze zo verschrikkelijk geen zin hebben in de komst van die Maurice Stijn. Waar halen ze dat nou weer vandaan? Dat is typisch Ajax, typisch Amsterdam. En die Maurice Stijn, die kennen ze helemaal niet goed. Dus, en dan gaan ze weer. Het hele verhaaltje gaat zich weer herhalen. Dat hebben we al een keer meegemaakt, vrienden, daar in Amsterdam. Ja, Anna op, met Den Haag. Weten jullie het nog? Oh, dat was verschrikkelijk en die kon er niks van. En, die komt van Utrecht en hij had een raar accent en was helemaal niet geschikt voor Ajax. Nou, en wat hebben we gezien? Uiteindelijk kwamen jullie er dan achter toen heel Europa hem op handen droeg. Toen kwamen ze er in Amsterdam ook achter dat ze een hele goede trainer hadden. Nou, goed. En nu krijgen we weer gewoon hetzelfde verhaaltje. Wat nou vind je die Stijn? Nou, dat kan helemaal niet. Nee, we moeten een grote naam zijn. Nou ja, grote naam. Alsof die naar, weet je wel, alsof die naar Ajax komen. Natuurlijk niet. Die gaan niet in de Eredivisie werken. Nee. Ja, dan moest het Peter Bos worden. Ja, nee, Peter Bos. Dat was het helemaal. Ja. Wat heeft hij dan gewonnen dan? Ja, dus die wordt dan ineens heilig verklaard. En toen die Schreuder kwam, weten jullie nog? Oh, daar waren jullie zo blij mee. Nee, dat was helemaal geschikt voor Ajax. Nee, die Schreuder was zo geweldig. Nou, uiteindelijk wist je niet hoe snel je hem kwijt moest. Weet je nog? Schreuder out. Hey. En dus, ja, en Heitinga, oh geweldig. Onze eigen Johnny. Oh, dat was zo Ajax ook, de eigen Johnny. Nou, jullie weten niet hoe negatief hij over hem moet zijn nu. Die moest ook gelijk weg. Ja, en nou komt Stijn. En dan zeggen jullie, die willen we niet. En maar bagger over die man heen gooien. Voordat hij überhaupt iets gedaan heeft. Jongens, die Stijn is gewoon een uitstekende trainer. Ja. Ga daar niet raar over lopen doen. Die heeft het bij ADO heel goed gedaan. Bij VVV, gepromoveerd, heel lang in de Eredivisie gebleven. Bij NAC, op een haar na, promotie gemist. Ja, en nu bij Sparta, die waren al gedegradeerd. In 4 wedstrijdjes, hup, heeft hij ze gered. En nu 60 geworden. En op een haartje na Europees voetbal gemist. Die kan het echt wel. En die krijgt dan nu de kans om met echt goede spelers aan het werk te gaan. Geef die man dan de kans. Ja, en begin dan niet allemaal van tevoren al te piepen en te janken en te mekkeren en weet ik veel wat allemaal. Daar in Amsterdam. Hou op. Hou op. Jullie kijken toch altijd zo neer op de provincie. Vinden jullie dat toch allemaal niks? Allemaal boeren en dit en dat. Nou, dit is heel provinciaal wat jullie doen. Want dit lijkt heel erg op wat de boer niet kent, wat de boer niet vreet.